Vrijdagmiddag is er een vrouw op de fiets aangereden op de rotonde van de Terborglaan en de Van Olstadelaan in Alkmaar. De vrouw werd op de rotonde door een automobiliste aangereden. De traumahelikopter kwam ter plaatse omdat het slachtoffer ernstig gewond was geraakt. De traumaarts is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis. De rotonde was door het ongeval tijdelijk gedeeltelijk afgesloten door de politie.